Goeiedag. Het is weer zover, jongens en meisjes. Sinterklaas komt in de bos en hij komt zo dadelijk van die kant aan. Het is een beetje nat, maar zoals ik al in Sinterklaas Boulevard heb gezegd, joh, Sinterklaas die geeft nergens om, die geeft alleen maar om cadeautjes geven en om kinderen blij te maken. Dus iedereen wacht hier al op de komst van de Sint. Het is natuurlijk best spannend allemaal en er zijn ook al best veel mensen. Dus, gezien het feit dat hij nog niet helemaal in aantocht is, gaan we eens even kijken of we een paar kinderen kunnen spreken. Zetten jullie ook op Sinterklaas te wachten? Ja. Wacht jij ook op Sinterklaas? En jij? Wacht jij ook op Sinterklaas of denk je, nou, laat hem dit jaar maar eens een keer voorbij gaan? Of wil je wel Sinterklaas zien? Ja, tuurlijk. En jij? Vind je het spannend? Ja, maar het is natuurlijk ook spannend. En hoe heet jij? Naomi? En hoe heet jij? Tara? Wow, die is mooi. En volgens mij is degene die naast jou staat jouw moeder. Ja. Ja, dat kun je niet zien hoor. Kijk eens even op hem, dat kun je niet zien hè. Hey Tara, en heb je een beetje kriebels in de buik? Een beetje spannend allemaal? Ja. Want hij is er nog niet hè? Nee. Nee, maar het schijnt dat hij in aantocht is. De boot ligt op koers. En hij is niet gezond. En de Zwarte Pieten zijn er wel. En de Zwarte Pieten zijn er al. Nou, veel plezier en veel succes. En jullie zijn alvast het parcours aan het verkennen? Wij zijn alvast aan het verkennen. Oh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Een belangrijke rol. Ja. Zijn er genoeg pepernoten? Ik hoop het wel, want alle centjes zijn op. Oh, horen jullie het, kinderen? De pepernoten zijn in ieder geval aanwezig. Nou, dat is natuurlijk goed. Dan gaan we nog eens even kijken. Kijk, want Zwarte Piet, ik heb gehoord dat pakjesboot 12 een beetje probleem had. Of is het opgelost? Het is volgens mij allemaal wel weer opgelost hoor, neem ik aan wel. Oké, dus de cadeautjes komen goed aan? Ja, tuurlijk. Nou, het is natuurlijk fantastisch hè. Kom op, dan gaan we eens kijken. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Ja, heel goed. En jij hebt dadelijk goed zicht op Sinterklaas hè? Ja. En is Sinter nou zijn voornaam of Klaas? Nee. Hij is er niet. Oh, hij is er niet. Nee, maar ik bedoel, is Sint nou zijn voornaam of heet hij gewoon Sinterklaas? Ja. Oh, ja, natuurlijk. En had je al een mooie tekening gemaakt? Ja. Echt? Ja. En was het Sinterklaas een Zwarte Piet of alleen een Zwarte Piet? Ja, ze waren er allemaal. Oh, ze waren er allemaal? Ze hadden voor mij een heel groot cadeau gebracht. Moet goed zijn. Ja, en we staan hier bij meneer Henderson van het Sinterklaascomité, Stichting Sinterklaascomité. En meneer Henderson is een hele bekende meneer in Den Bosch. En hoe gaat het? Liggen we op schema? Enigszins, ja. Ja. Ik zit eigenlijk nog op een paar dingen te wachten die normaal gesproken hier al hadden moeten zijn. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt. En de Sint, hij is... Hij zit op de boot in ieder geval. Die is vertrokken. En geen file? Nee, op het water niet. Nee, maar eigenlijk goede begeleiding van de reddingsbrigade en de roeivereniging. Maar ja, ze die helpen mee. Even een halt te maken bij de Citadel, want daar worden saluutschoten afgeschoten door de schuts. Dus voor de rest denk ik dat het allemaal wel goed gaat. Ja. Dus we krijgen gewoon weer een hele succesvolle Sinterklaas intocht. Dat is sowieso de bedoeling, ja. Nou, heel veel succes, want we hebben nog veel te doen natuurlijk. En tegen de kinderen thuis zeg ik, nou kom, we gaan verder. Dan gaan we nog steeds wachten, maar we gaan ook nog even kijken wat de kinderen in hun schoentje hebben gevonden vanmorgen. Wat gezellig dat ik bij jullie mag staan, zeg. Hé, en vertel. En wie van jullie heeft vanmorgen opgestaan en dacht, vandaag komt hij eraan in de bos? Ik. En duurt het wachten een beetje lang? Ja. Ja? Hebben jullie ook al een verlanglijstje? Nee. Een klein beetje. Nou, wat zou je aan Sinterklaas willen vragen? Een paard? Ik zou dat gewoon vragen, joh. Ik denk zelfs dat hij dat gewoon doet. Ik zou dat gewoon doen. En jij, wat ga jij vragen, Sinterklaas? Een mooie wiespel of zo. Een spelletje. Een spelletje. Of nog een hond. Oh, nog een hond erbij. Twee honden. Gezellig. Lijkt me leuk. Kijk, daar heb je Americo. Zullen we eens eventjes kijken? Oh, kijk. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, hè. Kijk, dat is Americo. En daar gaat straks Sinterklaas op zitten. Is dat leuk? Oh, Americo is een beetje nerveus. Misschien dat het zinvol is om toch nog eens even te kijken of er kinderen zijn die kunnen zingen.
Ik vind dat jij een hele mooie staf hebt gemaakt. Heb je die zelf gemaakt? Met de hulp van mijn zus en van mijn oma. Oh, met de zus? Ben jij het zus? Ja. Van Mout. Smout. Mout. En hoe heet jij? Femke. Femke en Mout. Wat leuk! Jij bent... Sint is gekrompen door de regen. Sint is gekrompen door de... Ja. Oei, oei, oei. Maar Sint... Oh, ik zie het. Het is helemaal geen Sinterklaas, Robin. Je stuurt me hier naartoe, er is Sint al. En je bent wel mooi verkleed. Dankjewel. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje. Sinterklaasje, gooi wat in mijn... Gooi wat in mijn... Dank je Sinterklaas. Hij is er. Hij komt eraan, dus de pakjesboot al. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas is aangekomen. Kinderen thuis, het is ongelooflijk. Het is nog steeds een beetje nat, maar hij is er. Hij is in de stad en hij komt dadelijk hier. En dan gaat hij op Americo zitten. En dan moeten we proberen of we Sint even een paar uitspraakjes kunnen ontlokken. Zo van, hoe gaat het? Dat is een hele belangrijke vraag natuurlijk. En heeft hij de pakjes meegenomen? Dat is leuk om te weten. Dus ik ben erg benieuwd. Dus kijk maar mee. Niet te geloven, zeg. Maar wij zijn zo blij dat u hier bent. Nee, maar dat geloof ik. Maar wij ook. We zijn er heel blij mee. Sinterklaas hebben we bij ons. Hij zit op de boot. Oké. Maar we hadden eigenlijk beter weer verwacht. Ja, hè. Maar een beetje bosweer. En we proberen even de Sint nog even te spreken. Ja, en dan doe ik eruit. Hij komt eruit, hij komt erbij. Helemaal. Fijn. Dankjewel. Geweldig, hè? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk om je eigen Pieter natuurlijk ook weer te zien, hè? Want die komen hier al zo lang in Den Bosch natuurlijk, kinderen, hè? En die zijn natuurlijk vroeger bij mij ook geweest, hè? Kwamen gewoon bij mij ook iets in mijn schoentje gooien. Tuurlijk. Goedemorgen. Welkom in de Bosch weer. Hartstikke leuk. Ah, wij zijn er altijd blij mee als jullie er zijn. Goedemorgen. Alles goed? Kijk eens aan, zeg. Wat een feest. Kijk, daar komt de Sint aan. Dag Sinterklaas. Hoe is het met je? Uitstekend met u. Je bent helemaal niks ouder geworden. Nee, hè Sint? Nee, en Sinterklaas ook niet, denk ik, hè. Heeft u de eerste aflevering van Sinterklaas Boulevard gezien? Uiteraard. En hoe vond u het? Ja, spannend. Heel spannend, hè. Want er is wel het een en ander aan de hand daar, hè. Dat dacht ik wel, hè. Vogeldoos en... Oh. Ik zal u niet te lang ophalen. Ik heb maar twee vraagjes. Ja. Zijn de cadeautjes ook goed aangekomen in de boot? Er zijn wat kleine problemen met de cadeautjes voor heel Nederland, dus ook in Sertogenbosch. Maar ik ben ervan overtuigd dat het helemaal goed gaat komen, ja. Oké. En Sint, de laatste vraag die ik stel, want de kinderen thuis die vinden dit heel belangrijk natuurlijk. Welk Sinterklaasliedje staat nou bij u op één? Ja, op één is toch Sigins komt de stoomboot, omdat ik dan aankom. Maar nummer twee is er ook weer. Dag Sinterklaasje, omdat ik dan weer snel verder kan dan al die anderen. Oh, hartstikke bedankt Sinterklaas. Nou, en nog een hele fijne dag. Hè? En u vergeet mijn schoen ook niet, hè? Nee, je mag hem altijd zetten. Oké, fijn. Hebben jullie hem goed kunnen zien? Ja. Ja? Hebben jullie hem kunnen aanraken? Nee. Ik wel. Ik heb hem een handboog gegeven. Ja, maar hij kende mij nog wel. Dus ik weet niet of ik vanavond wel iets in mijn schoen krijg. Maar jullie wel, want ik hoorde net van de twee grote pieten dat jullie je schoen gewoon mogen zetten vandaag. En die gaat er ook iets in doen. Dus dat is fijn. Jij mag goed, dan kan je wel afzien. Oh ja, inderdaad. Wat goed voor jou zeg. Doen jullie wel nog één liedje zingen gewoon voor de Sint? Dat hij dat kan terugzien. Weet je wat hij het mooiste liedje vindt? Zie je, schop de stoomboot. Applausje voor jezelf. Hartstikke goed. Hebben jullie Sinterklaas al gezien? Ik wel. Hij is er. En hij heeft gewoon zijn mijter er ook op. Had je een tekening al gemaakt? We zijn bezig. Zeg je? We zijn bezig. Oh, echt?
Hey, en oh, er zijn nog meer. En rij toen de boot. Wat kun jij goed zingen, hey? Jawel, echt wel. Ik ga vragen of ze voor jou gaan omdraaien bij de Voice of Holland. Zo gaat dat, hè? Ja, zo gaat dat, ja. Wat heb je op je verlanglijstje gezet? Ik, de 100.000. De 100.000? De 100.000, ja. Die wil ik wel op mijn verlanglijstje. Redelijk bescheiden, hè? Ja, dat was wel. Wat heb jij een mooie meid erop, hè? Wat mooi. Hoe heet jij? Hoe heet jij? Doe eens vertellen tegen mij, want Sinterklaas die is er al, hè? Ik heb hem al gezien. Hij komt eraan. Ken jij Sinterklaas? Ja. En hoe heet jij zelf? Jinne. Nog een keer? Jinne! Oh, vind jij die banaantjes lekker? Ja. Oh, want anders staat mama hier ook maar voor banaan. Ja, natuurlijk. Oké, nou veel plezier. Jullie ook, hè? Dankjewel. Doei. Nou Robin, we gaan gauw verder naar de markt. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoen. Hartelijk welkom allemaal, maar een bijzonder woord van welkom natuurlijk aan al die zwarte pieten hier en bovenal aan Sinterklaas. Sinterklaas, hartelijk welkom in 's Hertogenbosch. Hebt u een goede reis gehad? Burgemeester, ik heb een fantastische reis gehad. Het was alleen jammer dat op het einde van mijn route het ophield met regenen. Want Sinterklaas is gek op regen. Want in Spanje regent het nooit. En ik heb er echt van genoten. Gisteren in Roermond, bij uw collega, was het erg aangenaam. Maar als ik in 's Hertogenbosch kom, als ik daar naartoe ga, dan voelt het als een warm bad, heet dat geloof ik in Nederland. Ik voel mij hier gewoon altijd thuis. Nou, dat kan wel kloppen, Sinterklaas, want dat geldt voor meer mensen. Lieve kinderen, Sinterklaas gaat dadelijk nog even koffie drinken op het stadhuis. Daar krijg ik ook altijd een worstenbroodje bij. Heerlijk, die hebben we in Spanje niet. Zoals we ook in echte soep hebben. En balkenbrei. Ik weet zeker dat ik jullie allemaal de komende weken nog zal zien op school, bij het kinderdagverblijf, bij opa, oma of vaak ook opa's en oma's. En misschien, als ik tijd heb, kom ik ook gewoon lekker bij jullie thuis. Vinden jullie dat een goed plan? Sinterklaas heeft zijn lievelingsliedje al gevraagd als hij ginds komt de stoomboot. Maar mijn andere lievelingsliedje is toch ook Dag Sinterklaasje. Niet omdat ik afscheid van jullie wil nemen, want ik zou gewoon samen met de burgemeester, de leukste en beste burgemeester die ik ken, en ik ken er veel, zou ik gewoon nog tot vanavond 12 uur hier willen staan om lekker een beetje met jullie zo te praten. Maar ik moet natuurlijk ook nog naar heel veel andere kinderen
En ik moet, als ik mij niet vergis, straks ook nog naar Vught. Want daar kom ik ook nog aan. Nou, drukke tijden. Sinterklaas komt nooit in mei of juni, maar het is altijd november. Vindt u het een goed plan, burgemeester? Als dag, we dat, Sinterklaas. Dag Sinterklaasje. Ja. Ik kijk even naar de prachtige band. En zullen we nu beginnen? Ja? En zingen jullie allemaal mee uit volle borst? Dag Sinterklaasje. Was de intocht van Sint-Nicolaas 2012 in 'Sertogenbosch, kinderen. En je hebt gehoord wat Sinterklaas heeft gezegd. Sigins komt de stoomboot is zijn favoriete nummer. Dat wist ik eigenlijk al een beetje. En dag Sinterklaasje natuurlijk. En je hebt de twee hoofdpieten gehoord. Je mag gewoon je schoen zetten vanavond. Dus de tip is natuurlijk, pak de schoen van je vader. Want die is altijd groter dan die van jezelf. Nou, heel veel plezier met Sinterklaas Boulevard verder. Ik dank jullie heel hartelijk voor het kijken. En de intocht, hij is er gelukkig.